het allermoeilijkste aan mijn job is altijd die glimlach sterk houden. Als je weet dat je van binnen je nu echt kapot gaat, als er iemand je echt uitkakt of uitscheldt. De gemeenschapswacht zijn voor ons mensen die in het centrum rondlopen. Waarschijnlijk zal er wel eens mee gelachen worden, maar het is niet dat ik iemand in het paars zie voorbij stappen dat ik ga zeggen dat het lijkt op een milkakkoek. Ik ben Arthur. Skate is voor mij zo goed als mijn leven geworden. Ik ben Menal Kankaya. Ik ben 21 jaar oud. Ik ben gemeenschapswacht. Nee. Fuck al aan. Dat is goed. Zeker met jou? Ja. Hoezo? Gemeenschapswacht? Ja. Hoezo? Hoe lang is dat geleden? Hè? Dat is al 4 jaar. Ja, vier. We kennen elkaar dus. Hè. En wat doet jullie? Skaten. Skaten. Ik denk dat zij zeker ook een vooroordeel naar ons toe hebben. Er zullen zeker wel mensen zijn die over skaters beginnen tegenover hun. En als dat ook heel veel mensen zijn die daar hun negatieve mening over geven, zullen zij ook automatisch mee een negatief beeld hebben over bepaalde skaters. Toen ik met u in de middelbare school zat, skate ik ook. En toen lachte je daar nog mee. Ja, man. Ik vond dat... En nu kun je mij gaan wegsturen overal. Wat vind je er nu van, nu dat ik gemeenschapswacht ben, ik als jonge gast? Om eerlijk te zijn, ik heb eigenlijk nog nooit een discussie gehad met iemand van de gemeenschapswacht. Ik ben wel al eens weggestuurd door de gemeenschapswacht. Ik denk dat er heel veel mensen van de gemeenschapswacht zijn die niet per se een haat hebben voor skaters, maar die wel skaters niet de toelating geven om op bepaalde plaatsen te skaten. Mijn collega's zien de skaters ook al voor jongere problemen. Die zien die skaters dan skaten. Ja, die gebruiken dan ook drugs en zo. Ze laten ook veel sluikstort achter, ze houden dat daar niet proper. En daar zit het probleem eigenlijk een beetje in. Skaters zijn een soort van stereotype geworden. Een skater is iemand die doet dat als zijn hobby. Uiteindelijk, wat doet hij in zijn vrije tijd? Die rookt wiet, die drinkt alcohol. Drugsgebruik en afval gooien en zo, is dat wat je denkt? Dat bij skaters is? Ik denk dat dat vooral de hoofddingen is. Ja. Veel mensen denken zo. Ja, ik zelf werk ook in een skatewinkel, waardoor ik ook heel veel contact kom met moeders die ook beginnen over drugsgebruik of over van ik heb soms wat stress om mijn kind naar het skatepark te brengen, want ik denk dat daar drugs wordt gedaan en zo. Persoonlijk, kom eens op patrouille naar het skatepark in de dag, je gaat daar niks zien. Dat gaat misschien een beetje vuil worden, maar dat gaat er ook op gekust worden. Het park is voor ons een domein waar we onze sport willen uitvoeren. We krijgen ook heel veel negatieve reacties op onze job. Ja, dat we te veel kubbelen, te veel babbelen en niet echt werken en zo. Er zijn ook wel zeker voordelen tegenover de gemeenschapswacht. Zij worden wat bekeken als iemand die heel lang heeft proberen werken, nooit heeft kunnen werken, waardoor het OCMW of de top heeft gezegd van kom, we zitten nu bij de gemeenschapswacht. Als ik zo wandel naast burgers of zo, zeg ik dan goedemorgen. En dan als ik een beetje verder stap, hoor ik dan zo van ze zitten te kwebbelen of ze zitten niks te doen of we zitten daar weer rond te stappen. Maar eigenlijk hebben ze geen inzicht op de taken en de opdrachten die wij doen binnen de gemeenschapswacht. Om de band en respect tussen de jongeren en de gemeenschapswacht te versterken. Ik zelf persoonlijk vind dat er infodagen moeten komen of infosessies. Of dat zij een keer een dagje kunnen meelopen met ons om te zien wat wij zo dagelijks meemaken. Wij als gemeenschapswachten tegenover jullie skaters, we moeten een betere communicatie hebben eigenlijk, om elkaar te begrijpen. Want dat mag en dat mag niet. Ja. Begrijp je? Ja, sowieso. Er moet meer verteld worden over wie jullie zijn en wat jullie functie is. Want dat is zeker iets belangrijk. Dat is kleinschalig. Bijvoorbeeld een foto trekken van een vuilzak die ergens in een hoekje in Kesselö ligt. Maar uiteindelijk, als jij die 100 vuilzakken doet, dan heb jij een mooie stad. En dat zorgt ervoor dat je... Dat is eigenlijk de bedoeling waarom ik ben gestart als gemeenschapswacht. Zit je zelf lang bij de gemeenschapswacht werken? Ik ga proberen tot... eind van mijn carrière blijven doorgaan. Wat gaat jij doen in de toekomst? Ja, ik zie mezelf niet meer skaten binnen een dikke 10 jaar. Dus ik ben me nu aan het focussen op mijn studies vooral. Ja. Maar ja, ik wil binnen 5 jaar ook nog steeds skaten. Dus ik weet binnen 5 jaar, als ik hier in Leuven ben, dat ik u, als jij
man van zijn woord zegt dat hij blijft werken bij de gemeenschapswacht, dan zie ik u binnen 5 jaar terug. Oké, dat is afgesproken dan. Allee man, het is echt super leuk om je te zien. Ik vond het echt lachen. En veilig zijn als je ja, ik hoop dat ik in het centrum zie. Is goed man. Sowieso. Allee, ciao.